Ja, helaas hebben we niks gevonden. Maar goed, we hebben ons best gedaan om de plek die meneer heeft aangewezen te onderzoeken. En dat is wat het is. Het verhaal kwam dit voorjaar aan het licht toen de 95-jarige Jan Heling door senioren Blank Sleen werd geïnterviewd in het kader van 75 jaar vrijheid. Hij vertelde toen namelijk dat hij op 10 mei 1940 samen met zijn oom en de toenmalige gemeentesecretaris granaten die bij een kanon lagen hebben verstopt in de bodem. Zodat deze granaten niet in handen kwamen van de Duitsers. Ik heb ze allemaal in handen en ik heb ze allemaal neergelegd. Je moet daar langs de weg, hij is een hek in. En dan even bezit. En dan is dat die open plek is waar dat is. De gemeente Coevorden besloot actie te ondernemen door de plek te onderzoeken. Heling kon er helaas vandaag zelf niet bij zijn wegens ziekte. Het onderzoek nam enkele uren in beslag. Eerst de bodem scannen, analyseren en daarna spitten. En dat allemaal bij Henk Renting in de tuin. Ja, toch wel spannend. Interessant. De metaaldetector sloeg een aantal keren flink aan. Ja, zeker. Het is zeker spannend. Wachten maar of er wat zit, hè. En dus toch de graafmachine erbij. Even werd er namelijk gedacht dat de gasleiding de granaten zou maskeren, maar dit bleek niet het geval. Rond de middag kwamen de explosieve deskundigen tot de conclusie dat op deze plek geen granaten liggen. Het is wel jammer dat ze niets gevonden hebben. Het was wel leuk geweest. Ja. Voor de spanning, de sensatie. Ja. Ik blijf toch een beetje bij het verhaal hangen van de heer Jan Heling zelf. Dat ik toch zeker denk dat destijds ook die granaten hier wel in de grond zijn gestopt. Maar waar zijn ze? Het mysterie is nog steeds niet opgelost. Dus ik denk dat het nog wel een staartje krijgt. Volgens senioren Blank Sleen is het goed mogelijk dat de granaten misschien op een plek verderop liggen. Voor hen is het nog geen afgedane zaak. Zolang de granaten diep in de grond liggen, is het veilig. Wordt vervolgd.